Ja, sorry, het is echt dringend, schat. Het is echt dringend. Oké, ga. Ja. Oh my god, wat doet hij daar? Oh, dat is echt een oprichting geweest. Papa, wat heb jij hier gedaan? Gegeten, hè? Wat wil je eten eigenlijk? Kunnen we niet gewoon zo pizza bestellen of zo? Pizza bestellen? Ben je gek? We hebben zoveel eten hier in ons frigo, hè? We hebben paprika, komkommer, een lekkere slaatje maken. Hier hebben we olijven. Papa, ik heb zin in echt eten. Je zegt altijd dat ik een slaatje moet maken. Ik heb echt geen honger. Oh my freaking god. Ella, weer al op jouw telefoon. Deze ochtend was je wakker, direct op jouw gsm. En nu ook, Ella. Dat mag niet eigenlijk. Maar papa, ik ben net op mijn gsm. En trouwens, wat moet ik anders doen? Het is zomervakantie, al mijn vriendinnen zijn op vakantie, ik kan niet eens afspreken. Dus wat moet ik anders doen? Sorry hoor, dat is echt niet gezond voor jou. Ik heb jouw gsm nodig. Papa zegt dat ik niet op mijn gsm mag, maar hij zit zelf een uur op de wc. Ik ben benieuwd wat hij zou doen, hoor. Oh, ik ben zie gek. Dat lijkt wel interessant. Ella, doe de deur dicht. Oh my god. Ella, Ella, eten is klaar. Oh, lekker eten. Ik kom, papa. Ruikt al lekker. Ik heb keiveel honger. Het is eigenlijk nog niet klaar, schat. We hebben rijst nodig nog. En iemand natuurlijk moet nog een tafel dekken, Ella. Wil je nog snel eventjes groentjes snijden? Maar papa, je zei toch net dat het eten klaar was? En waarom moet ik weer alles doen? Waar is Noah zelfs? Laat het maar. Ik zal u wel helpen, maar ik heb wel geen honger meer. Ik denk dat ik wel Mathilda ga kijken. Dit is echt de beste film ooit. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Ah, ik ben Mathilda aan het kijken, mijn lievelingsfilm. Ja, sorry schat, het is mijn voetbal echt begonnen. Het is mijn ploeg op tv. Ah, het is echt mijn dag vandaag. Lekker voetbal op tv. Papa, ik was in het midden van een film. Ja, dat weet ik schat. Kan je nog iets voor mij doen? En een pintje halen van de frigo, oké? Wat de heik? Noah, het is een voetbal op tv. Kom, gaan we samen kijken. Ja, zeker. Dankjewel, Ella. En kunt je nog iets voor Noah doen? Noah, wat wil je drinken? Cola. Cola. Wat is dit? Ik ga gewoon even in de badkamer erbij klaarmaken. Even schminken. Ella. Wat? Ik moet dringen naar de badkamer, Ella. Ik zal al laat zijn op mijn werk. Kom aan, Ella. Noah moet ook naar de badkamer. Oh, die jongens, ik heb hier echt geen rust in dit huis. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Oké, genoeg getraind. Ik ga nu even naar de wc. Wacht, Ella, wacht.
Ik moet eventjes dringend naar de wc. Ja, sorry, het is echt dringend, schat. Het is echt dringend. Oké, ga. Het zal niet lang duren, hè. Oh my god, wat doet hij daar? Weird. Papa, wat heb jij hier gedaan? Ella, Ella, wakker worden. De training is om 8 uur. Kom aan. Papa! Oké. Hoe laat is het? Vriendin blijven slapen? Wat? Bij vriendin? Nee hoor, dat mag niet, hè. Waarom? Omdat ik het zeg. Maar waarom? Dat is geen reden, zeg. Waarom? Ja, ik moet geen reden hebben, Ella, omdat ik het zeg. Maar dat is geen reden. Je moet mij zeggen waarom. Heb je geen tijd? Wil je mij niet rijden? Of gaan we ergens anders naartoe? Wat gaan we doen? Bla, bla, bla. Geef me gewoon een reden. Kijk, Ella. De reden is, echt een reden is, omdat ik het zeg. Weet je wat? Ik ga gewoon niet eens naar mijn vrienden. Het is oké. Ah, dat doet echt pijn. Papa! Papa! Papa, ik heb mijn pijn gedaan. Ja zeg, natuurlijk had jij pijn gedaan. Je zit altijd aan jouw tiktak de hele tijd, hè. Dat heeft niks met dat te maken. Oh. En trouwens, het is TikTok. Ella! Ja, papa? Ella! Ja, papa! Ella! Wat? Kom, Ella! Ja, papa! Ziezo! Dat was een rollenspel, Ella. Ja. En het was keileuk om te acteren in deze video voor jullie. Dat was keileuk geweest om te maken, Ella. Dus ja, het was echt heel leuk. Maar vergeet ook gewoon zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En doe dat ook gewoon als jullie de video leuk vonden. Zeker. Dus, en trouwens, wat doe je als je mijn video's kijkt en niet geabonneerd bent? Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer dan zeker. Zeker abonneren, mensen. Maar ik zie jullie in de volgende video. Peace!